Je klikt op verzenden en zoef, dan gaat je mail. En dan zie je opeens het verkeerde mailadres nog eventjes in de header staan. De roddelmail ging naar de hele afdeling. Of de liefdesverklaring kwam terecht bij de buurman. Een sociale ramp. Maar namens Voortse ambtenaar overkwam het ook. En hij stuurde geen roddels naar het verkeerde adres. Maar de zorggegevens van 1900 Amersfoorters. Het ging om privacygevoelige informatie als adressen en burgerservice-nummer. Dat gebeurde al weken geleden, maar nu komt het pas naar buiten. De gemeente eist dat de gelekte gegevens door de ontvanger worden vernietigd, maar die heeft daar tot nu toe niet op gereageerd. En hier in de studio ook aangeschoven Rick Goud, oprichter van Ziffer. Een bedrijf dat zich bezighoudt met datalekken. Matthijs, ik wil eventjes met jou beginnen. Domme ambtenaar. Ja, oliedomme ambtenaar. Maar net zo oliedom als alle andere mensen, inclusief de ambtenaren. Want dit soort datalekken is geen uitzondering. En het komt meestal door menselijke fouten. Vorige maand nog in het ziekenhuis. Het VU Medisch Centrum had een nieuw elektronisch patiëntendossier opgezet. En deelde zomaar eventjes dat met het AMC, wat niet de bedoeling was. Dus het gebeurt continu en het zijn vaak menselijke fouten. Ja, de mens is de zwakste schakel, dus kennelijk. Nou, dat is bijzonder. We hebben het altijd over cyberattacks en over virussen en hoe je moet beschermen daartegen. Uiteindelijk, het echte virus, dat zit gewoon achter de knoppen en drukt de verkeerde knop in. 1 op de 3 gevallen weten we van, daar heeft de mens gewoon niet eens expres iets verkeerd gedaan, maar iets per ongeluk dom gedaan. En wat zijn er dan voor menselijke fouten? Nou, het belangrijkste, in 31% van de gevallen, ook dit is uitgezocht, is er een foutief adres getypt. 17% van de gevallen is iets op een openbare website gezet, wat eigenlijk op een geheime zou moeten staan. En onveilig weggooien. Dus ik heb het in het prullenbakje gesleept, dus het zal wel weg zijn. Dat gebeurt in 12% van de gevallen. Het is niet weg, mensen. Ja. Je moet het nog echt weggooien. Vooral in de medische sector gaat het vaak fout. Artsen zijn ook heel nonchalant. Ja, maar dat zijn wel mijn gegevens. Ik mag toch hopen dat daar een beetje zorgvuldig mee omgesprongen wordt. We verwachten tegenwoordig dat artsen die digitale gegevens aan andere artsen opsturen. Dat gedeeld wordt, want dat is wel zo handig. Maar hoe doen ze dat? Ja, vaak toch onbeveiligd. Kijk maar even naar deze getallen. Per e-mail doet 84% van de artsen het. 40% van de artsen gebruikt WhatsApp voor informatie. Ja, superveilig. Precies. Ja. Of via WeTransfer bijvoorbeeld, waarbij WeTransfer gewoon alles mag inkijken. En heel veel artsen, bijna de helft van de artsen, gebruikt ook, bewaart moet ik zeggen, patiëntgegevens op de mobiel die in de zak zit. Aangeschoven hier is Rick Goud, oprichter en directeur van Ziffer. Rick, jullie bedrijf kan hier iets aan doen? Ja, dat is opvallend wat Matthijs ook zei. Dat hacken is wel populair, maar de fouten van binnen naar buiten. De human error. De human error, daar let eigenlijk niet zoveel mensen op. En dat proberen wij te voorkomen door dit soort fouten als bij Amersfoort te helpen voorkomen. Ja, door mee te kijken. Amersfoortse blunder was bij jullie te voorkomen geweest? Wij kunnen kijken naar de inhoud van gegevens en aan wie verstuur je dat. Ja. En hadden dus kunnen signaleren, je stuurt iets naar bijvoorbeeld een Gmail-adres waar je dit soort dingen nooit mee hebt uitgewisseld. Hoe werkt dat dan? Kun je dat uitleggen? Ja, wij kunnen, als het bedrijf dat wilt, kunnen wij kijken in wie verstuurt wat aan wie. En dit geval een klein demofilmpje laten zien. Ik stuur, of een collega, een willekeurig e-mailtje aan 4 collega's, denk ik. Maar er staat eigenlijk 1 Gmail-adres tussen. Dat heb je niet door, auto-completion. Met Office, het gaat gewoon vanzelf. In dit geval voeg ik een bestand toe wat zorggegevens bevat. Op de achtergrond controleren wij en classificeren wij dat. En nu krijg je bovenaan een melding. Er zit een Gmail-adres in. Daar heb je dit nog nooit mee uitgewisseld. Weet je zeker dat je dat wilt? Nou, in dit geval is het een foutje. Ik wil het weghalen. Wordt het e-mailadres weggehaald. Geen fout. Je krijgt een tweede kans. En datalek voorkomen. Oké, maar als nou geen Gmail-adres, maar gewoon een willekeurig andere e-mailadres. Ja, dus wij letten op van hoe vaak heb je naar, ongeacht welk e-mailadres, hoe vaak wissel je dit soort gegevens met die persoon uit. Hm. En leren dus eigenlijk van jouw gedrag. En kijken dus naar patronen, naar type bestanden en klassificeren dat en op die manier. Weer kunstmatige intelligentie dus. Eigenlijk wel. Of een algoritme, of hoe werkt het? Ja, inderdaad, algoritmes. Dus op basis van regels op combinatie van woorden en wat voor type ontvanger. Dat laten wij los terwijl jij aan het typen bent. Dus eigenlijk voor het verzenden proberen wij het op te lossen. Maar als je toch verzend drukt, dan kunnen wij het onder water ook tegenhouden en bijvoorbeeld bij iemand anders de vraag stellen, had dit gemogen? En pas dan wordt het echt verstoord. Dat je baas dan een mailtje krijgt van deze medewerker, stuurt een fout mailtje naar diegene toe. Mag dat wel? Ja, zodat je het zou kunnen terugtrekken. Dat je in ieder geval weg. Terecht, wel als het om patiënten gaat. Ja, het is wel terecht. Okay, wat moeten bedrijven doen eigenlijk?
Nou, op dit moment, sinds januari, is een wet meldplicht datalekken. Ja? Ja, en dat, die vereist gewoon dat je, als je zo'n datalek hebt, zoals vandaag, dat je dat één binnen 72 uur meldt bij de autoriteit persoonsgegevens. Dus maar ja, dat had je het moeten weten. In dit geval, de ambtenaren hebben het niet gemeld. Dus dat is al een probleem. Dit heeft weken geduurd, heb ik begrepen. Ja, 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 dus het probleem is één natuurlijk dat je die fouten wil voorkomen. Dat je niet op de verkeerde knop drukt. Maar als het toch gebeurt, en fouten kunnen natuurlijk altijd blijven gebeuren, dan moet je het minimaal melden. En dat is ook vaak de uitdaging met gewone e-mail, et cetera. Ja, hoe weet je nou als bedrijf dat een van jouw medewerkers dat gedaan heeft? Ja, nou, die uitdaging heb je wel met die ik wet. Ik mag eraan nemen dat die man niet wekenlang met zijn hoofd op zijn bureau heeft zitten beuken en daarna naar zijn basis gegaan en zeggen van ja, sorry, klein foutje. Nee, 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 dus waarschijnlijk is het ongemerkt gebeurd. Oh ja, of gêne komt er ook vaak plaats. Ja. Maar je ziet ook soms dat de ontvanger op een gegeven moment de publiciteit... Maar bedrijven kunnen boetes krijgen als ze dit niet goed regelen. Ja. Ja, ja, tot 820.000 euro als je verwijtbaar iets doen. En op Europees niveau komt dit over een paar jaar. Ja, je moet verwijtbaar dit minimaal 2 of 3 keer hebben gedaan en niet dus, geen maatregelen. Dus de wet heeft eigenlijk voor jou een businessmodel gecreëerd. Ja, 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 nee, ik heb niet daarbij te klagen. En over 2 jaar wordt dit op Europees niveau vergelijkbare wet en regelgeving. Daarom is het ook ziffer.com. Ja, goed, genoteerd. Dankjewel.